Hey Bastiaan, heb je nog een leuke tip? Ja, natuurlijk heb ik nog een leuke tip. Op je AutosGo dashboard heb je een mogelijk widget en die heet Reminders en die toont je Reminders. Nou, waarschijnlijk wist je al dat je die widgets kan instellen, zo ook het Reminders widget. Ik klik bovenin op Ports configureren en ik klik vervolgens op het configuratie-icoontje bij het Reminders widget. Nou, wat kon ik hier al doen? Ik kon het al, widget al een bepaalde titel geven. Things to do. Ik kon hem al een kleurtje geven, blauw, groen. Ik kon al een selectieoptie wel of niet tonen. Ik kon al aangeven welke reminders ik wilde zien. Alleen maar reminders voor de toekomst. Dus wat ik zeg maar nog, waar ik nog aan geremind ga worden. Alleen maar voor het verleden, waar ik al aan geremind ben. Of alles. Nou, in dit geval laat ik het even op de toekomst aan. Maar wij hebben hier een nieuwe optie voor. Wij toonden namelijk altijd die reminders in een bepaalde volgorde. En dat hebben we nu configurabel gemaakt. We hebben twee opties. Sorteer op verleden naar toekomst. En als je op bewaren klikt, gaat hij van de oudste reminders naar de nieuwste reminders toe. En op het moment dat je hem omzet, toekomst naar verleden, bewaren, gaat hij van de nieuwste reminders naar de oudste reminders toe. Je kan dus nu zelf bepalen wat de volgorde is van die reminders, wat heel erg handig kan zijn als je een hoop reminders hebt. Ik hoop dat je wat hebt aan deze tip voor het sorteren van je reminders.